Ik vind het super dat we eigenlijk voor dit geld gewoon best wel een groot patatje hebben. Een salade en een wrap met kip en paprika. Den Haag profileert zich steeds meer als een studentenstad. En daar horen ook voorzieningen bij om de stad aantrekkelijker te maken voor studenten. Zoals de mogelijkheid om uit eten te kunnen gaan. Studentenhap is een aantrekkelijke hap voor studenten. En wij willen heel graag dat studenten signaleren van er wordt naar ons omgekeken. De plek in de stad is duidelijk. De plekken waar we langslopen zien we dat we welkom zijn. En zeker in deze fase van de introductie is dat gewoon van belang. We hebben de studentenhap op de kaart staan om elke dag een thema voor de studenten neer te zetten. En waarop maandag een budget van 6 euro. Het is een uitnodigend gebaar. En ik denk dat alle vormen die we met elkaar kunnen verzinnen om het studenten geriefelijk te maken en goed warm welkom te dienen, dat we daar ons best voor moeten doen. Oh, kijk eens. Nou, dat ziet er goed uit hoor. Dank u wel. Ik vind het super dat we eigenlijk voor dit geld gewoon best wel een groot patatje hebben. Een salade en een wrap met, wat is het, kip en... Kip met hete saus. Hete saus, paprika, goede mayo. Ja, gezond en lekker. Ja, nou ja, zeker. gezond, het patatje. Nou ja. Wij willen natuurlijk over een aantal jaar dat de studenten zich ook binden aan onze stad. Want het is nu leuk dat ze hier studeren, maar over 3 jaar, 4 jaar zou het natuurlijk geweldig zijn dat de studenten zeggen wij willen hier in Den Haag blijven wonen. Het is belangrijk om studenten in je kroeg te hebben, omdat wij dicht bij de Haagse Hogeschool zitten. En het een hele mooie doelgroep is. Daarop kwam dus het idee van Damien, nou daar kan ik in de politiek ook nog wat mee. Nu met de studentenhap bijvoorbeeld zal het meer zijn meer het meenemen in de city marketing, het meenemen in de promotie naar de studenten toe. En ook zorgen dat de horecazaken zich erbij aansluiten. Het zou misschien een plekje kunnen komen op de website van de gemeente Den Haag. Elk initiatief wat de politiek neemt om studenten beter te faciliteren, dat heten wij van harte welkom. Alles en wens. Ja, zeker. Wat een bord. Hij was heerlijk. Het was een wrap met hete saus en ik hou zelf al van pittig eten. Dus het was een eerlijke hap.